Agent 2, die de hele tijd al stil is, verandert in een Super Saiyan van Dragon Ball Z. Oh, ja, die pakt het even op, dat wapentje, dat dingetje. En dan gaan we. Dan gaan we. Oh! Yo, Nintendo fans! Wij zijn eindelijk klaar om opa te gaan bevrijden. En daarvoor moeten we dus helemaal daar naar boven. En als jij dit een vette serie vindt en vond, doe het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Want daar help je mij heel erg mee. Daar help je mij het kanaal te groeien. En dat zou super tof zijn. En dan gaan wij kijken hoe we deze vacht weg gaan halen. Salmini kan dit blijkbaar allemaal niet opeten. Maar we moeten hier wat van maken. De drie schatten die we hebben gevonden door Muriel, Haya en Ray te verslaan. Eens even kijken wat we hiervan gaan maken. Kijk, daar gaan we. Hoppakee. Wow, we zijn echt dikke techneuten, joh. Wat is dit? Wat gebeurt er? Dit ziet er wel vet uit. Oh, knuffeltje tussendoor natuurlijk. Kan ook gewoon. Nou, ik weet niet wat het is, maar het ziet er mooi uit. Hier komt de kapitein. En dat is agent 2. Die de hele tijd al stil is, veranderd in een Super Saiyan van Dragon Ball Z. Oh, ja, die pakt het even op, dat wapentje, dat dingetje. En dan gaan we. Dan gaan we. Oh! Ik weet niet wat ze allemaal aan het doen is, maar ze heeft het prima naar de zin zo te zien. Kijk! Helemaal schoon, het is helemaal glad. Nou, lekker bezig. Dat ging gladjes. Maar nu... Opa redden! Wat ze vlot. Kijk, daar zijn we, jongens. We gaan eens even praten. Agent 1 vraagt of alles oké is met de kapitein. Maar agent 2 die heeft een verstuikte tentakel. Nou, dan gaan wij maar lekker verder, inderdaad. Ja, ik denk dat het erop neerkomt dat ik alles mag gaan doen. Oh. Wat? Oh nee, het zijn hun weer. Muriel is er weer. Die zegt, we gaan echt niet opgeven, want dat is voor zwakkelingen, zegt Haya. We moeten de juiste keus maken. We moeten de schat aan hun geven of we raken verstrikt in de netten van Deep Cut. En Ray die zegt alleen maar, ja, yep. Maar ja, wat zij zeiden. Agent 2 die zegt, oh, nou, we hebben het niet meer nodig. Jij mag het hebben. Hier, alsjeblieft, de schat, die is voor jullie. Dikke prima. Haya denkt dat we hun voor de gek houden. En Muriel gelooft het ook niet. Die zegt, na alles wat we gedaan hebben, geef je dat gewoon aan ons. Wat doe ik moeilijk? Nou, dankjewel. Ja, diepe buiging. Ze voelen zich een soort van niet goed. Omdat ze tegen ons gevochten hebben. En nu geven wij gewoon de schat terug. Haya die vindt het gewoon een baasactie. En die vraagt, wil je onze baas zijn? Jullie baas? Nou ja, baas, baas, baas. Ik bedoel, jullie mogen best helpen als jullie dat willen. Jullie baas. Ja. Ray die wil loonsverhoging van zijn nieuwe baas. Ray. Dit is niet het moment om daarom te vragen, vriend. Nou, blijkbaar hebben we nu werknemers. Nou, ze horen bij ons nu. Oh, dan gaan we gewoon met z'n allen. We gaan met z'n allen naar boven. Dat is vet. Let's go, jongens. Let's go. Gaan we door dit deurtje. En dan staan we onderaan de basis, zo te zien. We mogen alleen geen wapens meenemen. Dat is op zich een probleem. Waarom mogen we geen wapens meenemen? Ja, omdat we in de basis van de vijand zijn waarschijnlijk. Mijn hele heldenuitrusting is meegenomen. Nou, we hebben wel Salmini nog. Dus ik moet hier opstaan en dan denkt Salmini op. Deze gooien. Salmini is mijn enige hoop in het leven. Oh, kijk, kijk, kijk. Daar zijn de enemies. Wacht, ik ga Salmini daarop gooien. Ja, lekker. Top. Kom op, Salmini, nu deze tappie. Lekker, pak hem. Pak hem aan. De ballon is weer daar. De ballon is weer... Ja, wacht. Oh, ballonnetje. Ja, sloop die ballon. Boom, lekker. Nog eentje. Pak hem. Pak hem. Ik kan alleen maar springen. Ah! Ik kan niet meer schieten. Nou, maar het gaat wel goed. Lekker bezig, Salmini. Nou, wij kunnen dit samen. Oh, wow, wacht even, joh. Oh, wacht. Ja, ja, top. Ik kan hier onderdoor lopen. Helemaal super. Ja, nice. Dan gaan we hierop staan. Oké, dan gaan we naar boven. En even kijken, hoor. Zo. En we moeten naar de overkant. Oh, thanks. Dankjewel. Toppie. Dit zijn twee kluizen. Waar zijn de sleutels? Oké, we moeten de sleutels zoeken. Ik denk dat ik Salmini hierop moet gooien. Ik bedoel, Salmini regelt alles voor mij, dus... Wat een held. Wat een held. Breng me naar boven, Salmini. Lekker bezig, jongen. Bedankt voor je hulp. Toppie. Dan ga ik hier dus naar beneden. Zo, door dit roostertje heen. Even kijken waar ik naartoe moet lopen. Hier is nog een rooster. Daar moet ik denk ik ook doorheen. Oh, daar is de sleutel. Nou, laten we maar gewoon de weg volgen. Ik denk dat dat het slimst is. Daar is een vijand. Zou ik die kunnen pakken? Salmini. Nee, nee, die gaan we niet kunnen pakken. We gaan hier naartoe. Gooien we daar Salmini op. Ga ik hier omhoog. Maar wacht even, is hier niet nog iets? Daar kunnen we ook omhoog. Even kijken. Wat is hier? Oh, kijk. Ja, een kissie. Maak hem open. Zalm, eitjes. 10 erbij. Lekker. Hutse fluts. Oké, dan gaan we hier omhoog nu. Daar is die enemy. Hallo. Hallo, meneertje. Lekker bezig, Salmini. Pak hem. Dit is best wel grappig. Ik mag gewoon helemaal niks doen. Kijk, hier is sleutel nummertje 1. Top.
Oh, lekker. We gingen blijkbaar door de uienringen weer. Even kijken hoe we dit gaan doen. Oh, rustig. Rustig. Salmini, kun je hem pakken? Wacht, eerst dit. Zo. Ja, top. Lekker. Oké, roep ik nu Salmini terug. Kan ik nu Salmini daarop gooien? Kijk, ja, top. Dan kan ik door. Lekker. Ik ben alleen super langzaam hier binnen. Moeizaam. Maak deze kist kapot. Lekker. Kom op. We moeten snel. Lekker. Kan ik erop staan gewoon? Ja, kijk, we kunnen erop staan. Oh, ik gooi de Salmini echt daar naar beneden. No! Gelukkig kan hij zelf terugkomen. Hij helpt mij zo goed en ik gooi hem gewoon naar beneden. We hebben hier sleutel nummer 2. Lekker. Nog meer zalmeitjes. En dan kunnen we allebei deze kluisjes openmaken. Kijk, dan kunnen we dit doen zo. Dan moet ik denk ik hier opstaan. Zo. Oh ja, oké. Ik moet eerst hier opstaan. En dan moet de Salmini daar opgooien zo, zodat we een hele streep hebben. Ja, nice. Nu moet Salmini hier staan, zodat ik rustig naar boven kan. Thanks, maatje. Dankjewel, hé. Hey. Hoppa, topper die je er bent. Gaan we hier naartoe? Wat is dit? Oh, schuilen. Lekker. En dan deze ook. En dan die op zijn bakkes. Oh, wij zijn echt perfect team. Oh, wat is dat? Pak hem, hij hangt op zijn kop. Pak hem, sloop hem. Sla hem in elkaar. Lekker bezig, jongen. Oh, hier, sleutel. Top. Chill dat hij ons even kwam aanvallen, zodat wij zijn sleutel kunnen jatten. Perfect. Oh, we kunnen hier de uitrusting weer terugvinden. Oh, dit was redelijk snel. Super chill. Nice. Kijk, dan kunnen we lekker rustig hier naar boven. Zo, we moeten nog wel een behoorlijk eindje zo te zien. Jij en je Salmini hebben je niet uit het veld laten slaan, maar je bent vast blij om je uitrusting weer te hebben. Nou, inderdaad. Hey, daar is opa. Zeg, ben je voor je ook eet? Wat moet dat met die touwen, zegt hij. Dat zijn geen touwen, maar bedrijfsbindingsverhogers. Wat? Bedoel je die dingen? Bedoel je dat? Ze hebben even een onderonsje, jongens. Ze hebben een onderhunnetje. Dat is een onderonsje waar je zelf niet bij hoort. Een onderhunnetje. We zijn in gebied nummer 2 nu. De alterna ruimtebasis, de hangar. Met onwijs veel vijanden zo te zien. De toegangen zijn gesloten gedurende de lancering. Een fijne dag gewenst. Nou, bedankt maat. Hiermee kunnen we wel onze ult gelijk pakken. Oké, let's go. Bab. Oh, lekker. 2 schoten en iedereen is kapot. Zo, dan kunnen we elke keer de ults pakken. Dat is wel lekker, zeg. Het is een basketbal. Ik weet niet wat het doet. Oh. En ik spring gewoon hier naartoe. Oh, dat wekt golven op. En daarmee slopen we ze ook gewoon 1 voor 1. Lekker. Daar ligt nog een nieuwe ult. Dat is de hamer. Die is lekker, jongen. Die is lekker. Pap. Oh, ik moet alleen wel raak slaan. Als ik missla, dan werkt het niet. Come on. Dit ging zo slecht. Oké, jongens. Poging 2 voor de hamer. Kijk, dit is hoe je de hamer gebruikt. Slaan als een malle. Mop. Oh, ik mis er één. Stempelen. Oh, en vervolgens de laatste wel missen. Salmini, pak hem. Dan doen we dit samen. Salmini, waar ben je? Hier, pak hem. Lekker. Oké, even kijken hoor. Ik heb nu de haai. Shark attack. Oh, dit ging ook niet helemaal goed volgens mij. Ik had hem iets later los moeten laten. Nou ja, maakt niet uit. Het is allemaal gelukt. We gaan een etage naar boven. Daar ligt weer wat hoor. Daar ligt weer wat. Wat is dit? Dit is inderdaad het weer. Laat het regenen. Hier, ik laat het regenen. Oh shit. Ah, pas op voor die boom. Ik had het iets eerder moeten laten regenen. Drup. Laat het regenen. Laat het meer regenen. Ja, lekker. Wat is dit? Dit is een lange afstandswapen. Oh shit. Wat gebeurt er? En los het schot. En het ontploft. Holy moly. Oké, dan kunnen de vijandige inkt opzuigen en dat dan weer afschieten. Wat is dit voor super? Dit is de torpedo. Tornado tijd. Ik mis heel mijn tornado, joh. Deze super, die snapte ik niet helemaal. Maar het zal wel aan mij liggen. Wat een vlot. Ik doe het gewoon met mijn normale wapen. Dat werkt veel beter dan de tornado. ik moet denk ik daar naartoe en deze guy kapot maken. Hallo, meneertje. Hey, hallo. Dankjewel. Oh, kijk, nu heb ik wel een super. Ik heb de krab. Let's go, krab. Beep. Het zal wel. Ik moet gewoon hard schieten. Ik moet granaten gooien. Dit ging ook weer helemaal slecht, joh. Helemaal slecht. Salmini, kan jij hem even pakken of zo? Want dit is super irritant. Hoe ga ik die guy raken? Hier, nu ga ik hem raken. Zo ga ik hem raken. Hallo? Jou moet ik ook nog even raken en wegwezen ermee. Gaat wel soepeltjes op zich. Niet alle supers gaan even goed, moet ik eerlijk toegeven. Maar maakt niet uit. Ik heb nog een keer de krap super nu. En daar zijn de zalmeitjes die ik kan gebruiken. Dan moeten we hier naar beneden, denk ik. Ja, maar ik denk dat we daar naartoe moeten vliegen.
Laten we vliegen. Ik weet alleen niet wat met deze tentakel is. Oh, oh, schutter, schutter. Auw, auw. Laat me met rust. Kom hier, kom hier. Bap, 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 bap. Lekker. En door. Oh, we gaan nu nog verder naar boven. Nice. Lekker, we zijn bijna bij de top. Ik geef toe dat het een paar keer vals alarm was, maar opa moet haast wel op dat lanceerplatform zijn. Maar hoe moeten we daar komen? Misschien moeten we naar het gebouw hier recht, zeggen de agenten. Okay, laten we kijken. Ik zie hier wat ballonnetjes. Zoals de wereld nu is, is die niet in balans. De wereld moet net als mijn onderneming in balans zijn. Ja, ik weet niet, man. Deze man die praat, die praat allemaal onzin, joh. Het is aan mij als directeur om natuurlijke evenwicht te herstellen. Wat praat je allemaal? Hij laat die vloeivacht voor nu verspreiden. Nee, het zal allemaal wel. Nou, misschien komen we er nog achter waar hij het over heeft. Maar we zijn inmiddels helemaal bovenin in de derde hangar. Maar nog niet bij de raket. We zijn in de lift. Mag het licht misschien aan? We moeten op onze andere zintuigen vertrouwen, net als een haai. Oh, het is hier dus donker. Oké. Ik kan wel tegen donker. Het donker is geen probleem. Ik ben niet per se bang in het donker. We moeten hierop schieten, zodat we denk ik doorgaan. Ja, ik ga in ieder geval het platformpje even helemaal geel maken. Voor het geval dat hier vijanden ook opkomen. Of hier inkt opkomt. Of dat ze een beetje vervelend gaan doen. Daar is een kissie. Nog een kissie. Iemand probeert inderdaad al op ons te schieten. Maar dat... Ah! Ik donder naar beneden. Goed begin. Oké, niet te ver bij het randje daar, Rick. Rustig aan. Niet te dicht op het randje. Want dan ren je eraf. We zijn nu al verder dan net. Hallo. Oh, wat kom jij doen, joh? Ik dacht al, jongen, dat jullie op mijn platformpje zouden gaan komen. Dat is even normaal, joh. Oh, er komen er nog meer. Zie je wel? Ga weg. Het is mijn platform, vriend. Het is mijn platform. Opzout hier. Weg met je paarse inkt. Oh, oké, sproeiers. Die moeten ook even kapot. Alle sproeiers moeten weg. Mijn platform, mijn regels. Hallo. Eentje is kapot. Tweetje is kapot. Hier is er nog één. Oh, Salmini. Oh, jongen. Oh, we moeten erachter komen. Moeten erachter komen. Lekker. Mijn platform. Waar komen we dan nu terecht? Oh, shit. Mitrailleur, man. We hebben een checkpoint. We hebben een nieuw platform. Oh, kijk, hier dan. En daarbovenop. Daar staan de drie. Dude, ik kan jullie niet raken, hè? Oh, shit. Oké, daar komen ze opeens. Wegwezen, jongen. Oh, dit ging zo soepel. Lekker, dit. Wacht. Au. Wie schiet mij? Jij, jongen. Laat me eens mijn rust, joh. Ik zie jullie allemaal niet. Oh, je staat erboven. Ga weg. Ik ben bijna dood. Salmini, help me. Oké, even mijn ult gebruiken. Maak hem kapot. Er lag, als het goed is, hier nog een ult. Ja, kijk, top. Wordt de lift nou groter, zegt agent 2. Ja, daar ziet het er wel naar uit. Dus laten we dit allemaal even geel maken, was mijn bedoeling. Oh, shit. Het zijn vijanden. Het zijn super vijanden. Ga weg. Het zijn Octolinks, Inklinks of whatever dat zijn. Sloop ze. Ik mis alles. Dit gaat niet goed. Dit gaat helemaal niet goed. Ik dacht dat ik dood was, maar ik leef nog. Ik leef nog, soort van. Ga erachter. Oké, even ademen. Kapot maken. Lekker. Dit was wel een leuk stukje trouwens. Mogen we nu door? Oh ja, we zijn beneden. Oh, we zijn in het volgende deel. Hopelijk is het open bij een lanceerplatform. We moeten blijkbaar nu in een buis. Oké, we gaan in een buis. Gaan we hierin? Gaan we dit doen? Maar waar gaan we naartoe dan? We zijn bij de basis van de raket, jongens. Helemaal onderin. Oh, we moeten hier naar boven. We moeten hier helemaal naar boven. Let's go dan. Dan gaan we hier naar boven, jongens. We gaan de toren beklimmen. Gaat best wel makkelijk eigenlijk. Gewoon richten, schieten en klaar. Oh, ik kan nog een ult gebruiken eventueel eerst. Let's go. Ik ga hier een ult gebruiken. Go! Wat een slechte ult. Ik dacht, ze gaan vast nog wel een stukje naar voren, maar ze bleven staan. Niet oké. Waarom bleven jullie staan? We gaan verder naar boven, jongens. Let's go! Waar komen we uit? Ik wil achter jullie uitkomen. Lekker. Nieuwe super pakken. Ik heb nu de stempel te pakken. Zou ik met die stempel deze ballen gewoon kapot kunnen maken of zo? Is dat het ding? Ja, kijk, we kunnen gewoon zo door. Oh nee! Het is de mega voltvis. Die zit hierin. No! Yo, maar die moeten we even gaan helpen. Die moeten we even eruit halen. Het is niet oké dat die gevangen zit, joh. De veerkracht bovenin. Voorbereiding voor lancering bijna voltooid. Nee! Waarom doen ze dat luik dicht? Dit zijn zwevende aandrijfcapsules. En daarboven is een schakelaar. We moeten de capsules pakken en dan op de schakelaar gaan staan. Oké, is goed. Dus even kijken hoe we dan al die bollen gaan pakken, hoor. We hebben die 1, 2, daar in de verte staan vijanden. Gooien we lekker Salmini op zijn bakkes. Zo, lekker. Op zijn flotsie! Oh, nice. Kijk, nu heb ik die Spider-Man power. Dan kan ik gewoon zo... Pop, en dan pakken we die twee. No. Dan hebben we er daar nog twee. Oh, die zijn denk ik mis. En dan daar. Heb ik ze nu allemaal? Ja, ik heb ze allemaal. Moeten we nu even de schakelaar zoeken? Is dat daar? Hier bovenop?
Ja, lekker. Kijk, zo doen we dit. Ik vind die Spider-Man stukjes wel echt heel tof om te doen. Gaan we vanaf daar zo schieten. Dan hebben we die drie te pakken. Dan moeten we nu daar naartoe zo te zien. Dan langs de muur daar naartoe. En die kant op. Ja, soepel, soepel. Hoe gaan we deze pakken? Oh, schiet. Ja, top. Had ik hem? Ik weet het niet of ik hem had. En hier beneden is er nog één. En dan zo. En dan deze. Ja, soepel hoor. Soepel. Volgens mij moeten we nu nog één deel. Ja, daar is de uitgang. Pak ik de rand hier beter en dan spring ik even hierop. Oh, wow. Er is daar een sniper. We gaan deze pakken. Zo. En dan gaan we heel snel naar de sniper toe. Ga naar de sniper toe. Waarom mag ik niet naar de sniper toe? Misschien moet ik gewoon hier naar boven. En hem dan vanaf boven schieten. Dan doen we het zo. Ja, lekker. Oh, ik weet niet waar ik nu hang. Ik probeer het echt als een mega toffe Spider-Man allemaal te doen nu. Maar dit werkt niet echt. Ik denk dat ik een extra rondje moet doen, jongens. Volgens mij gaat dit niet helemaal goed. En dan gaan we nu daar gewoon even het midden pakken. Juist, kijk. Nu kan ik gewoon soepeltjes daarop schieten. Deze mis ik denk ik nog wel. Nee, ik heb hem. In het midden was er ergens nog één, volgens mij. Oh, daar. Onder dat platform hangt er nog één. Oké, wacht. Dan gaan we hierop springen. Zo, Spider-Man. En dan daar naartoe, Spider-Man. Ja, lekker. Zo, ik ging... Ik werd nog bijna weer een pluizenbeest. Zag je dit? Oh, we zijn er! We zijn boven! Hier komt de eindbaas, jongens. Maar die bewaren we voor de volgende video. Voor, denk ik, de allerlaatste Splatoon 3 video. Doe een duimpje omhoog als je dit vet vindt. En abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik je bij de volgende. Mazzel!